De toekomst van Leopoldsburg als garnizoenstad is verzekerd. Dat zegt kersvers minister van Defensie Steven van de Put tegen TV Limburg. Van de Put moet deze legislatuur zo'n 1,5 miljard euro besparen op zijn departement. In Limburg hoeven militairen alvast niet te vrezen voor hun job. Het is de moeite, hè? Fijn materiaal. Fijn materiaal, de Piranha-panzerwagen van de Belgische landmacht. Defensieminister Steven van de Put kreeg vanmorgen in Leopoldsburg een snelcursus over de middelen en werking van de landafdeling. Mijn indruk is overweldigd eigenlijk. Hè. Zoveel als hier te zien is, zoveel als mij vandaag verteld is. Maar ik heb vooral vastgesteld dat we hier zitten met mensen die zeer gemotiveerd zijn. Die vandaag echt wel met defensie bezig zijn, wat een hoogtechnologische sector geworden is. En die er echt voor gaan voor hun job. Maar wat biedt de toekomst voor Defensie in Limburg? Sinds 10 september van dit jaar wordt er al niets meer gerecruiteerd. En dat tot eind 2014. In 2015 moet Defensie dan zo'n 200 miljoen euro besparen. Dat heeft zo zijn gevolgen. Dus er zijn minder training, minder brandstof. En wie weet, minder personeel. Defensie stelt in Limburg namelijk 4.500 militairen en burgers te werk. 2.400 daarvan zijn van de landmacht in Leopoldsburg. Die mogen niet zomaar wegvallen, klinkt het. Dat is inderdaad belangrijk. Dat is belangrijk ook voor mij dat ik mijn jonge soldaten bij mij kan houden. Dat die mensen gemotiveerd zijn. Ze zijn ook gemotiveerd. Dat ze in opdracht kunnen vertrekken en dat ze dus bij mij blijven in de eenheden van mijn brigade. Maar volgens Van de Put is er helemaal geen reden tot ongerustheid. Ik denk niet dat de mensen vandaag moeten ongerust zijn. Ik ben in de eerste plaats minister van Defensie voor het hele land. We gaan werken aan een strategisch plan voor Defensie in het geheel en vooral ook in een internationale context. Maar neem van mij aan dat ik in elke stap dat ik doe Limburger zal blijven. En ik denk ook voor de toekomst dat Leopoldsburg als garnizoenstad heel belangrijk zal blijven. Binnen enkele weken stelt de minister zijn beleidsnota voor in het parlement.